In dit proces van democratie, in dit proces van verkiezingen, kennen we het actief democratisch recht. Het stemrecht van de burger, maar ook het passief democratisch recht. Het recht van de burger om zich verkiesbaar te stellen. Binnen dit proces en de beleving van het actief en passief kiesrecht staat het Centraal Hoofdstembureau, zoals dat in de naam is opgenomen, centraal. Even belangrijk zorgt het Centraal Hoofdstembureau voor het verloop van de verkiezing van de leden van de Nationale Assemblée op nationaal niveau. Maar ook treedt het op als Centraal Hoofdstembureau voor de verkiezingen van de leden van de resortraden en oefent het de controle op de vaststelling van de samenstelling van districtsraden op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de resortraden. Binnen het systeem van de kiesregeling staat Centraal Hoofdstembureau steeds centraal voor ordentelijk verloop van de verkiezingen op verschillende niveaus. Alles in het belang van een richtig verloop van de verkiezingen en het waarborgen van actieve en passieve participatie van de democratie. En in het zorgdragen van de volksvertegenwoordiging, inderdaad, de soevereine wil van het Surinaams volk zich vertaalt in het bestuur dat binnen ons land wordt uitgeoefend. Onze politieke democratie biedt ons land waarborg dat het bestuur een gelegitimeerd bestuur is dat wordt gedragen door de samenleving. Een democratisch bestuur gestoeld op grondwettelijke beginselen, maar ook op basis van vrede, saamhorigheid en harmonie. Het Centraal Hoofdstembureau zorgt als facilitator van het verkiezingsproces dat het bestuur van het land een behoorlijk mandaat heeft van de samenleving en de soevereine wil van het Surinaams volk. Ik heb eerder gezegd dat we moeten nagaan in hoeverre de vigerende kiesregeling binnen de nabije toekomst nog volledig recht doet aan de huidige maatschappij. Ook de leden van het Centraal Hoofdstembureau zullen daarbij moeten worden betrokken. U heeft gezworen dat u belooft dat u bij de uitoefening van uw taak de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit nauwgezet in acht zal nemen en dat u zich ook dienovereenkomstig zult gedragen. Deze regering stelt het deugdelijk functioneren van de democratische rechtsstaat fundamenteel als voorwaarde voor goed bestuur. En wij als regering zullen continu ons handelen blijven toetsen aan rechtsstatelijkheid, menselijkheid en op grond van het draagvlak van ons bestuur binnen de samenleving. En daarom, tegen de achtergrond van de eed die u heeft afgelegd, vraag ik u om in het belang van het tot uiting komen van de soevereine wil van het Suriname tot absolute eerbiediging van de beginselen van de politieke democratie, maar ook tot eerbiediging van de grondwet en de organieke wetten die daarop zijn gebaseerd. Voorzitter, leden, het is mijn eer en genoegen om u als eerste te mogen feliciteren als zojuist beëdigde leden van het Centraal Hoofdstembureau. En ik heb net voor deze bijeenkomst het eindverslag mogen ontvangen van de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau met betrekking tot de verkiezingen van de afgelopen 25 mei 2020. En de bedoeling is dat dat verslag op een ander moment, nadat het volledig is ontvangen, ook digitaal doorgeleid zal worden naar alle organen die daarvoor een stukje grondwettelijke en of andere wettelijke verantwoordelijkheid hebben. Ten slotte wens ik u namens de regering, maar vooral namens het volk van Suriname, veel succes en wijsheid toe in uw werkzaamheden, waarbij het waarborgen van de politieke democratie en dat de wil van het volk zich vertaalt in het uitgevoerde beleid, dat de volksvertegenwoordiging representatief is voor onze samenleving, altijd voorop zal moeten blijven staan.